Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video. Fancy laarzen. Sorry, ik was even afgeleid. Voor wie gisteren, tenminste, ik weet niet wanneer ik het upload, maar ik heb dus een livestream gehad met Star Stable. Een livestream met Star Stable. Ik heb een Star Stable livestream gedaan. En als je die hebt gezien, dan weet je dat ik dit paard heel erg, hoe zou ik dat zeggen? Impulsief heb gekocht. Ik ben normaal helemaal niet van het impulsief paarden kopen op Star Stable. Omdat ik blut ben op Star Stable. I mean, het ziet er misschien uit als veel. Maar als je Star Stable speelt, weet je dat dit niet veel is. Dit is misschien één paard. En omdat ik dit spel nooit heb mogen kopen van mijn ouders. Heel zielig. Heb ik dus niet, zeg maar, die jarenlange Starcoins opbouwperiode gehad. Het is gewoon, dit is het. Dus, en ik zat dus aan de 2000, dus ik was helemaal happy van jee. Maar ja, toen heb ik dus deze ijslander gekocht. En wat je ook kon zien bij de livestream, was dat we bij een vriendin van mij haar stal gingen kijken. En al haar paarden waren heel netjes georganiseerd. Ze hadden allemaal een outfit. En I mean, mijn paarden doen dat ook wel. Maar niet allemaal. En niet hoe ik het wil hebben. Dus wat ik in deze video ga doen, is ik ga heel mijn homestay, want dit is ook echt een zooitje. Ik ga letterlijk alles opnieuw organiseren. Dus we gaan gewoon eventjes alles. Ik heb ook totaal niet veel spullen. Ik heb echt heel weinig spullen. Like, voor de meeste Star Stable mensen is dit echt niks. Dus, ja. Maar goed, we gaan alles opnieuw organiseren, opruimen. Plekjes geven. Echt, ik weet het allemaal niet meer. Ik heb, zeg maar, mijn kast wel redelijk georganiseerd. Dus dat is op zich wel prima. Niet dat ik nog uitkom. Ik moet dit even een beetje opzij zetten. Wat heb ik ineens veel laarzen trouwens? Schoenen. Ik heb hier zeg maar de non-stats en hier de stats. Dat is een beetje mijn tactiek in mijn kast organiseren. Want als ik spullen wil pakken, dat ik uit deze rij zoek. Zodat ik in ieder geval spullen pak die stats hebben. Want ik ben best wel van spullen met stats, zeg maar. Ik wil gewoon dat al mijn shit stats heeft. Zodat ik er gewoon volop tegenaan kan, zeg maar. Ik heb dus gisteren deze. Ik heb gekocht die wel al heel lang. Die heb ik eigenlijk ook een beetje impulsief gekocht. Ik weet niet of die in de live zat, maar volgens mij wel. Toen Renfri erbij kwam, heb ik deze cap gekocht. Omdat die matcht bij deze laarzen. En ik wist dat ik door, zeg maar, die code, dat ik deze blauwe zou krijgen. Met die blauwe laarzen heb ik net weggedaan. Maar ik wil al zo lang het zwarte setje. Het zwarte setje vind ik ook wel mooier dan deze donkerblauwe. Ik ben best wel van de zwarte cap, zwarte laarzen, zwarte spullen. Dus in die zin wou ik gewoon graag deze zwarte hebben. En ik ben blij dat ik het heb gedaan, want ik twijfelde al zo lang en ik wou het zo lang gewoon niet doen. En ik heb het ook heel lang niet gedaan. Want ik wou het gewoon niet doen. Ik weet niet waarom niet, maar ik deed het gewoon niet. En nu heb ik het eindelijk gedaan. Dus, I'm proud. Waarom zit het halster hier? Is er toch vol stats? 3-3. 3-3. 3-2. Oh. Oh, oh. Dat is, als ik dat had geweten, had ik dat halster nooit gekocht. Dan weet ik zeker. Dan had ik dat echt niet gedaan. Deze moeten we nog een keer verkopen. Die rosette. Want ik heb al alle rosetten. Ik weet eigenlijk niet waar ik ze gelaten heb. Oh, wacht. In uitrusting. Oh, hier is mijn rosette. Ik weet niet waarom deze hier apart staat. Oh, dit is een aparte. Oké. Okay. Mijn goal was dus om van alle rays elk rosette te hebben. Die heb ik nu. Dus verder kan ik ze allemaal weggooien. Want like, ik ben een beetje nutteloos. Even kijken hoor. Ik heb heel veel dekjes met bondjes. En dat komt omdat ik ze wil sparen. Ik ben echt dol op deze dekjes. Like, vanaf het moment dat ze uitkwamen, ik ben echt verliefd. Vooral die donkerblauwe van deze vind ik echt mooi, maar die heeft geen stats. En ze moeten wel stats hebben.
Ik vind het jammer als spullen in Starstable geen stats zijn, want dan heb ik er gewoon niks aan. Is deze hierbij? Op zich wel. Hij past eigenlijk beter bij dan deze. Deze moet even apart. Even kijken. Wat is dit? Sneeuwlucht. Oh, dit is een setje. Ik weet eigenlijk niet of ik het heel mooi vind. Ik denk... Het is wel geld waard. Ik denk dat ik deze ga verkopen. Ik ga ook even kijken naar spullen die ik ga verkopen. Of wat extra geld verdienen. Ik ga deze twee niet even verkopen. Ik denk dat ik ze waarschijnlijk ook heb gehaald. Om ze uiteindelijk te verkopen. Hier nog huisdieren. Kijken. Alle dekjes heb ik nu. Dan ga ik dit paard ook even... van zijn uitrusting bevrijden. Ik weet ook niet... Dit is niet mijn goede hoefijzer. Ik weet niet waar mijn goede hoefijzer is ondertussen. Lijkt, ik heb zoveel spullen, ik weet het echt niet meer. Zadel. Nu natuurlijk ook weer een dekje. En een hoofdstel. Dat is wel een IJslander hoofdstel. Ik heb expres een IJslander hoofdstel voor mijn IJslander. Dat vind ik gewoon... Ik wil gewoon dat het hoort. De IJslanders moeten een IJslander hoofdstel op. Dat is gewoon verplicht. Ik heb hier de beenbeschermers die ik vaak gebruik en hier degene die ik nooit gebruik. Dit zijn winterlaarzen. Voor tijdens de kerst. En zolang het nog geen kerst is, ga ik ze ook niet dragen. Dus die gaan daarheen. Herfstmunt. Ik weet niet wat ik daarmee kan. Wisselmunt voor de herfst. Ja, dat klinkt wel heel leuk, maar ik heb echt letterlijk geen idee wat je ermee kan. Ik moet mijn lopende dieren ook even... Huh? Hoe kom ik aan een zwarte vos? Geen idee. Maar ik ben verliefd op de vosjes. Vosjes are super cute, maar ik weet niet hoe ik aan een zwarte vos kom. Ze hebben al een keer hebben gekregen. Die witte heb ik ooit gekocht. Die was echt een rip uit mijn lijf. Dat was echt duur. Dat was gewoon niet normaal. Oké. Okay. Mijn outfit kan ik op zich wel aanhouden. Dit is eigenlijk mijn basic outfit. Laten we anders eerst kijken naar de spullen die ik wil verkopen. Even kijken. Dan gaan we gewoon alles weer even helemaal opnieuw af. Die wil ik houden. Die wil ik houden. Houden. Wil ik die houden? Oh, die... Oké. Okay. I love Jorvik. Die heeft ook wel wat. Deze wil ik houden. Die is niks waard. Deze kan wel weg. Die wil ik houden. Houden. Kijk dit wolventruitje. Ik wou zeggen wolven t-shirt. En toen maakte ik er trui van, want het klonk niet meer. Dus toen maakte ik er... Ja. Dat was een beetje gek, of niet? Best wel. Ik hou van deze jas. Dit is mijn kersttrui. Dus die moet ik ook houden. Maar die moet ik misschien even apart leggen. Een wedstrijdjasje houden. Dit kan weg. Houden. Die kan ook weg. Die zijn van die codes, maar... Ik vind ze niet mooi en ze zijn best wel wat shillingen waard, dus... Maar deze twijfel ik. Aan de ene kant wil ik wel heel lang zoiets. Aan de andere kant... ik hou hem nog wel even. Deze hou ik ook. Hier heb, dit zijn zeg maar de spullen die ik al heb uitgezocht en daar kan ik gewoon niks voor mee. Wauw. Daar verdien ik ook niks meer aan. Houden. Niks waard. Niks waard. Niks. Ik weet dat dit broeken zijn die ik gebruik. Houden. Houden. Ja, deze hou ik allemaal. Ja. Volgende. Laarzen. Houden. Dit is voor de winter. Op zich heeft het wel wat. Maar ga ik het ooit gebruiken?
Dat denk ik niet, aangezien ik ook deze heb. Nee, oké, deze kunnen we dus weg. Houden. Niks waard. Ik was, zeg maar, voordat ik deze had, had ik altijd deze, omdat die heel realistisch waren. En daarom wil ik ze houden. Want ik ben nog steeds verliefd op deze laarzen, maar ik vind dit gewoon mooier. Niks waard. Houden. 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 Dit zijn mijn winterjoppers voor de kerst. En ik heb er één zonder bont en één met bont. Niks waard. Niks waard. Niks. Niks. Dit zijn mijn bruine laarzen. Deze heb ik toen gekocht omdat deze shillingen waren in plaats van starcoins. En het is dezelfde soort laars, zeg maar. Maar ik wou toch de zwarte. Ik zie het alweer aan de 10 minuten zitten. 11 minuten zelfs. Dus ik ga in ieder geval stoppen voor nu. En in de volgende Starstem video ga ik weer verder met alles organiseren. Dus, oh, dat is niet wat ik wou. In ieder geval, heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren als je meer wil zien. Doe een duimpje omhoog als je de video leuk vond. En hopelijk tot de volgende keer. Doei! Wacht, eigenlijk moet ik al zwaaien. Let me find zwaaien. Ik ben echt een noob hierin. Oh, ik heb hier vaarwel. Vaarwel! Ja, dat was het. Doei doei!